Het past perfect in onze strategie. Dus we hebben een vijfjarenplan uitgestippeld. En we willen ons vooral focussen op de chemie en het one-stop-shop gebeuren dat we doen. Dus vandaag doen we hier alles wat er met een tankcontainer kan gebeuren. Dus hij komt toe in de haven, we brengen hem vol naar hier, we stockeren hem. We hebben alle vergunningen om de gevaarlijkste producten te stockeren. We kunnen hem uitleveren naar de klant. Als hij leeg is, komt hij terug, wordt hij hier gecleaned, wordt hij gecheckt. Worden er druktesten gedaan om de 2,5 jaar en de 5 jaar? Wordt hij hersteld waar nodig is? En gaan we hem zelf terug ergens beladen? Dus dat one-stop-shop gebeuren wat we nu hier op linkeroever doen, willen we op termijn ook op de rechteroever kunnen doen. Want als geregeld een cleaning van een tankcontainer is ongeveer 120, 130 euro. Als je daar door een tunnel moet rijden, dat is al 30 euro dat je kwijt zit. Dus als de containers toekomen op rechteroever, dan blijven ze ook op rechteroever en omgekeerd hetzelfde. Dus we willen voor onze klanten hetzelfde aanbieden op rechteroever dan op linkeroever. Ja, we zijn ook wel al een tijdje aan het praten met Gunther. Dus van half vorig jaar, denk ik, zijn we de gesprekken aangegaan. Er zijn zoveel raakvlakken. We werken voor dezelfde klanten. We zitten niet continu in hetzelfde vijverje te vissen. Ik denk naar het groeiperspectief voor de rechteroever, denk ik dat wij wel de juiste partij zijn. Er zijn de verschillende gepasseerd. Maar ik denk dat wij wel als Van Moer de meeste raakvlakken hadden op familiaal vlak. We hebben echt wel dezelfde waarden. Ik denk dat dat vooral de reden is dat Gunther voor ons gekozen heeft. Absoluut. Ik zeg het, we sparen daar transporten mee uit, van rechteroever naar linkeroever en omgekeerd. Dus we proberen echt wel met de klant te bekijken nu, als de container leeg klaar staat op rechteroever, dat we zoveel mogelijk vanuit rechteroever gaan vertrekken richting Duitsland. En van linkeroever omgekeerd, zoveel mogelijk richting Frankrijk, Gent en verder. We moeten zoveel mogelijk proberen die ring in Antwerpen te vermijden. En op dat vlak kunnen we daar veel beter op inspelen ook. Nee, maar ik zeg, het is wel de sector. Dus we hebben 4 afdelingen. We hebben onze warehousing, transportafdeling, de chemicals dan en het intermodale. En het zijn die laatste twee waar we de komende jaren toch wel echt op willen focussen. Het intermodale. Dus we weten allemaal, de Green Deal, er staat ons heel wat. Er komt heel wat op ons af en daar proberen we ook zoveel mogelijk op in te spelen en onze klanten daarbij te helpen. De chemie en het intermodale verhaal, dat zijn de twee afdelingen waar we de komende jaren wel verder op gaan investeren. We gaan er ook een standje hebben en zoveel mogelijk mensen proberen te contacteren. Zoals iedereen wel weet, is chauffeurs vinden de grootste uitdaging van elke transporteur, denk ik. En we proberen er ook alles aan te doen om die mensen te benaderen en te kijken wat we hun kunnen aanbieden. Op dat vlak zijn we ook heel gediversifieerd. We doen het transport van ADR, tankcontainers, maar evengoed huifwagens, boxcontainers, uitzonderlijk vervoer, distribution. Dus we hebben wel een heel pakket om aan te bieden en dat proberen we zoveel mogelijk naar buiten te brengen.